De Indiase premier Narendra Modi heeft zich verzekerd van een tweede termijn van 5 jaar, hij heeft de algemene verkiezingen groots gewonnen. Uit de resultaten tot nu toe blijkt dat zijn Bharatiya Janata Partij, BJP, op koers ligt om ongeveer 300 van de 543 zetels in het parlement te winnen, de belangrijkste oppositiealliantie. Aangevoerd door de congrespartij van Rahul Gandhi, moet haar verlies nog toegeven, meer dan 600 miljoen mensen stemden in een 6 weken durende marathon verkiezingsproces. De stemming werd algemeen beschouwd als een referendum over de hindoe-nationalistische politiek van de premier. Modi heeft niet alleen de voorspellingen van de exit poll overtroffen, maar heeft volgens de voorlopige resultaten ook een groter deel van de stemmen gewonnen dan bij de verkiezingen van 2014. Officiële gedeeltelijke resultaten tonen aan dat de BJP van Modi 300 zetels zal winnen. Terwijl de grootste oppositiealliantie van Rahul Gandhi's congrespartij naar verwachting minder dan 100 zal winnen. Een partij of coalitie heeft minstens 272 zetels nodig om een meerderheid te verkrijgen in het 543 leden tellende lagerhuis van het parlement, of Lok Sabha. In 2014 won de BJP 282 zetels, de grootste overwinning van een partij in 30 jaar, en met zijn bondgenoten behaalde het 336 zetels in dat parlement, de congrespartij die toen slechts 44 zetels won. De ergste nederlaag ooit, kwam met zijn bondgenoten niet verder dan 60 zetels in het lagerhuis. Dit jaar waren er 900 miljoen kiesgerechtigden die konden deelnemen aan 7 stemrondes. Waarmee het de grootste verkiezing was die de wereld ooit had gezien. De verkiezingscommissie geeft de resultaten in fase vrij, het eindresultaat zal mogelijk na een aantal uren bekend zijn.